Luister eens wat vaker naar je intuïtie, dat zachte stemmetje in je. Want zeker als je start als ondernemer of aan het doorgroeien bent, dan is het heel erg belangrijk om niet naar die schreeuwerige stem in je hoofd te luisteren, want vaak heeft die de boventoon. Terwijl je intuïtie een hele zachte stem is en daar zit jouw wijsheid. Als jij keuzes wil maken om door te groeien, om veranderingen door te brengen, dan is het heel erg belangrijk dat je luistert naar je onderbuikgevoel. Dus zorg ervoor dat je daar de tijd voor neemt. Want als je altijd druk bent, dan sta je te weinig stil bij je intuïtie. Dus geef jezelf die ruimte, luister daarnaar, focus daarop, want wat je aandacht geeft, groeit. En als jij je doelen wil bereiken, dan mag je veel meer naar je intuïtie gaan luisteren.